Wat leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Zoals je wellicht kunt zien als jij naar de vorige video gaat. Het is weer een showblog die wij vandaag hebben. Ik ben al samen met mijn zusje Colin. Hi. En hi. We hebben op een zondag een middagje geshopt met z'n tweetjes. Dat is onze eerste echte uitje wat wij gedaan hebben. Ik ga even een paar vragen de wereld uit helpen. En dat is 1. Waarom heeft het zo lang geduurd voordat je een video opnam? 2. Wat is er aan de hand? Waarom is er zo lang geen video online geweest op mijn YouTube kanaal? Het heeft volgens mij nu iets meer een maand of zo geduurd. Ik weet nog niet precies, een maandje of zo. Waarom? De laatste video heb ik net na mijn vakantie op kunnen nemen. En sindsdien zijn er wat familieomstandigheden gebeurd, gaande. Wil je daarvan meer weten of iets inhoudelijker weten? Ik ga niet helemaal inhoudelijk hier op dit in, want als ik dat wel doe, dan zitten we daar hier allebei in janken. Daar heb ik niet zo zin in. Maar wil je wel meer weten van wat er eigenlijk gaande is, ga naar mijn Instagram account, gewoon Judith Verbermen. En daarop staat het wat er eigenlijk aan de hand is geweest of aan de hand is. Nog steeds. Nog steeds eigenlijk, want ja, het duurt even voordat je alles een beetje op je plek hebt gezet en verwerkt hebt. Dus ga daar even kijken als je meer wil weten. Volg me ook zeker, vind ik superleuk. Verwacht niet te veel de aankomende weken. Verwacht niet dat ik elke week een video ga opnemen. Oké, wij zijn weer eens shoppen. En dat is dit. Kun je wel nagaan, dit is van ons drieën. Van ons drieën. We zijn dus tweeën geweest, maar maakt niet uit. Oké, dit is wel van ons tweeën wat we geshopt hebben. Ja, vooral de New Yorker. Oké. Zullen we gewoon bij de New Yorker beginnen en dan gewoon de eerste afgaan? Ring waar we zijn geweest. Of ja, niet waar we zijn geweest, maar waar we dingen hebben gekocht. Ja, dat is waar. Oké, doen we gewoon ons de beurt? Ja, haal er maar iets uit, want jouw ding ligt nog bovenop, denk ik. Gewoon om de beurt doen we iets. Oké, het eerste wat ik gekocht heb bij de New Yorker is... dit hesje, bolero iets, is een hesje, bolero. Ja. Dus dit leuke jasje met een rits erin en hier deze rits als detail. Maatje 34, bijna de kleinste maat, maatje 34. En de prijs, als goed is, deze hier niet meer in. Oké, ik heb hier de kassabon, namelijk in de vorige shopblog voor de mensen aan mij. Wat voor maat en de prijs en om het aan te trekken. De prijs is... oh ja. €29,95. Om even in de trend jasjes te blijven. Ik heb ook een jasje gekocht. Het is geen vestje, het is een jasje. Het is een leren jasje. Zie je dat op beeld? Ja, ik zie je op beeld, ja. Ook toen ze hem aan had, was het echt leer te zien. Of het echt leer is... weet ik niet. Maar dit is maat 34 en de prijs 39,95. Een trui gekocht. Ja, het is echt trui weer. Het is echt normaal hoe koud het nou in één keer is. In één week tijd is het omgeslagen. Dus ik heb deze leuke witte trui gekocht met deze strikjes details aan de zijkanten. Met zwart. Vond ik wel leuk. Dus deze trui... en ja, trui, sweater is altijd handig om te hebben. En is een XS. En de prijs, kassabon. De prijs is €16,95 voor deze lekkere warme trui. En dan vind je ook om weer in een truientrand te blijven. Oh, ja. Ik heb ook een trui gekocht. Ik heb een donkerblauwe. Dit is donkerblauw. Er zit een muts achter hoor. Of een capuchon? Nee, dit is een muts. Een muts, capuchon. Ja, nee, capuchon zit op een jas. Oh, muts heb je natuurlijk zo op. Ja. Oh, sorry. Nou, dus deze trui. Ja, wat staat erop? Every change. En dan... denk ik ook een XS. Een XS. Hoe weet je dat? Ja, we hebben alleen maar XS. En deze kostte €16,95. Nou, het laatste wat ik gekocht heb bij de New Yorker, dat is deze. Met een kooltrui, staat dat? Ja, kooltrui zo. En dit is gewoon basic zwart, maar het leuke vind ik hieraan, is dat het afmaakt met deze. Met dit.
stukje franje wit. En dan heeft hem aan de mouw. En aan deze mouw heeft hij dat ook. En hieronder heeft hij dat ook. En X6 hoef ik niet te zeggen. Want dat is, als alles X6 is, dat ook X6. En deze is 9,95. Zwart rokje. Ik heb wel meerdere rokjes. Alleen ik had geen zwart rokje. En zwart komt altijd op een pas. Deze is niet. Ja, deze is wel helemaal zwart. Alleen deze heeft streepjes. Hoe noem je dat? Ja, streepjes. Ja, het is een patroon. Ja, het is een patroon. Alleen ik denk, nee, dat zit op de camera. Nou, dat verbaas je soms over wat je ziet op de camera. Wat ik daarna, als ik zo aan het filmen ben, dat ik dan niet zie. En dan op de camera uiteindelijk wel. Dus okay, ja, waarschijnlijk zie je het wel. Het is in ieder geval, als je het in de winkel ziet, een zwart rokje met streepjes. Ja, streepjes, franjes, ja. Daar zit het erin. Ja, in ieder geval dat. Natuurlijk een X6. Ja, die staat 34 op, maar ja, is een X6 in principe. En deze was 6,95. Ja. Dit zwarte truitje. Ja, een truitje. Ja. En dat is met kant. Hier op de voorkant zit ook kant. Alleen dat zie je dan waarschijnlijk wel. En de mouwen zijn ook kant. En dit is wel volledig kant. Ja, ik heb zo'n truitje nog niet. En ik vond hem wel leuk om een keertje anders te pakken. En het zal je verbazen, maar dit is XS. De maat XS. En dit shirtje is 9,95. Ik heb schoenen gekocht bij Van Haren. Mooie doos bij. Mooi roze paard, is niet lelijk. Nee. En dan heb ik het probleem met, oh sorry, met schoenen. Dat ik heb maat 37, alleen mijn ene voet is groter dan mijn andere voet. Ja, dat is in de winkel echt meer aan het flirten. Frustrerend. Want de ene voet past dan wel, de andere voet. Ja, en je kan geen ene schoen 38, geen schoen 39 meenemen. Dat gaat niet. Dat gaat niet. Dat zijn deze zwarte enkellaarsjes. Ik hou van enkellaarsjes in de winter namelijk. Met die leuke details of stuts of wat ook zijn. En met zo'n gespje. Superleuk. Deze waren €40. Dat weet ik nog toevallig. En ik ben nog bij de Primark geweest. Wij allebei. Ja, wij allebei. We zijn allebei nog bij de Primark geweest. En ik heb daar één dingetje gekocht. We hadden best wel veel kleding. Maar uiteindelijk zochten we niks meer om aan te trekken. Dus we hebben alles weggedaan. Dat was echt... Je had ons moeten zien. In een paszoekje, echt. Geniaal. En ja, ik had een... Hey, ik heb hier nog een kaartje in zitten. 9,95 van dat truitje. Oh. En ik had eigenlijk een broek nodig voor met werken. En dat is deze geworden. Of ja, heel eerlijk moet ik zeggen, ik had toevallig toen ik terugkwam, had ik deze broek al van de Primark gekocht. En dat mis ik niet. Weet je niet? Ja, ik weet het. Alleen, het zal je niet verbazen, maar het is echt zo. Dit is een maatje 34. Ja. En die andere broek is een 36. Ik was wel bang voor. Dus ik heb nu een 36 voor het werken. En deze 34 doe ik gewoon voor zo aan te trekken. Want ja, het is in principe een leuke broek. Met van die details hier, die vlam details hier erin. En ja, ik had gewoon een broek nodig. En deze broek was bij de Primark voor €15. Dus ja, maak de broek dan toch uit voor €15. Nou, dit is wat wij geshopt hadden. Of hebben geshopt. Vond je deze video nou leuk? Doe vooral een blauw duimpje omhoog. Vergeet je zeker niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En dat doe je op de rode button te klikken. Die rode button waarop staat abonneren. Die verschijnt nu hier. Ja, hier. Ik kan je wel vertellen, het is helemaal gratis. Mensen vragen soms aan mij van, Judith, moet je daarvoor betalen? Nee. Abonneren is gratis. Er zit geen maandtermijn aan vast of iets, een betaaltermijn. Nee, het is gewoon gratis. En ik zou het super fijn vinden als jij die kijkt en je bent nog niet geabonneerd. Jij die kijkt, abonneert op mijn kanaal. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!